Ik ben Roel Stadegaard, ik ben lid van het ontwikkelteam bij Leenders en ik wil graag wat meer vertellen over de techniek van de lin. De lin is een wandhaard die kan draaien. Dat maakt hem uniek in de wereld. Dat is ons gelukt door een beugelconstructie te combineren met een draaiplateau. Dit is de wandbeugel. Die is gezet van 5 mm plaat. En die hebben we hier versterkt met strips van 10 mm. Dit is namelijk het stresspunt. En daar komt heel veel kracht op te staan als hier de kachel aanhangt. En dan hangt hier aan de muur. Dan is het belangrijk dat dit deel heel sterk is. Dit is het aluminium draaiplateau. Wat mogelijk maakt dat de kachel draait. En dus de enige draaibare wandhaard ter wereld mogelijk maakt. De hele constructie wordt bevestigd aan een beugel die van tevoren aan de muur wordt gemonteerd. Om de deur zonder handschoen open te kunnen maken, hebben we in de deur van de lin een siliconen handgreep verwerkt. Dat kun je zonder handschoen openmaken als je het trucje eenmaal door hebt. De lin is eigenlijk twee haarden in één. Je hebt een buitendeel en een binnendeel. Dat binnendeel was de brandenkamer. Die is gezet uit één stuk plaat. En dat doen we bewust uit één stuk plaat, want dat creëert heel veel stijfheid. En dat is nodig als die kachel opwarmt en afkoelt. Dan krijg je anders, komt er heel veel spanning in het materiaal te staan. En dat zou kunnen betekenen dat de kachel vervormt als dat niet stijf genoeg is. En dat voorkomen we door middel van die constructie. Dus dit is de brandenkamer waar het allemaal om draait. En waar alle onderdelen uiteraard samenkomen. En hier kun je goed zien dat die uit één plaat gezet is. Dat is dus de monocoque van 5 mm dik. Wat de lin ook uniek maakt is zijn grote vermogensbereik. Je kunt hem namelijk zowel stoken op 2,5 kW als op 10 kW. En eventueel ook wel iets meer als dat moet, want je kunt alle slijtdelen namelijk heel makkelijk vervangen. Dit is een goed voorbeeld van de slijtageonderdelen. Dit is een set beluchtingspijpen die verwisselbaar zijn. Die zitten bovenin de brandenkamer, boven het hitteschild. En deze schotten zorgen voor een extra rookkeerschot. Dat grote vermogensbereik van de lin, dat komt door de brandenkamer die we hebben gebruikt en de technieken die we daarin hebben toegepast. We hebben de vlampijpen heel dicht bij het vuur gebracht, zodat hij makkelijk zijn zuurstof kan pakken. Het binnenwerk is volledig van keramisch beton gemaakt, waarbij het hitteschild van gewelfd prysoliet is gemaakt. Dat zorgt ervoor dat die warmte net wat langer wordt vastgehouden. Dat betekent, als de lin op bedrijfstemperatuur is, dat je hem zowel op één blok als bijvoorbeeld op vier blokken hout kunt stoken. En dat maakt hem geschikt voor veel verschillende woonkamers.